waren zelf katten. Ja. En dan waren ze wel mooi groot. En dan s'avonds aan die deur, poes, 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 weg, poes, niks, poes. Ik kom niet meer. Pampoes. En boom, mijn vader had schelden. Dus wij hebben nooit geen kat gehad. Maar bij mijn man thuis, wel. Ik durf niet te zeggen dat ik het ook wel bij ons. Nee, ja, bij ons ook. En dan zien ze, tegen ons moeder, kom de op konijn. Ja, bij ons ook. Ja, een konijn. Ja. Dan gaat het naar de hand aanpassen. Ja, tuurlijk. Oh, Pink. Ik ben echt slecht. Ja. Ik wist dat hij daar is, hoor. Als je Dina niet weet, dan... Ja, maar ik heb een andere in mijn hoofd, dus die wil ik eigenlijk eerst. Oh, Sepp. Wow, dat is wel Sepp. Echt gewoon... Daar heb ik trouwens wel zin in. Maar de Sepp belken. Er waren het beste Mulders zoekt. Mulders? Mulders zijn van die beestjes. Mulders. Dat deze in touwken aan de potje. En dan deed ze over de grond vliegen. Dat is een mulder. Een mulder. En dan zei ze, mulderke, telt de geld, gaat eens even vliegen. Ja, even rust. Je hebt wat grappig, niet? Ja, sowieso. En wie? Boek in. Ja, die komt eruit. Jo. Ik doe. Hop. Motro. Biem. Ja! Jammer. Wij gelukt gewoon was dat, hè. Baba. Gelukt gewoon. Ja, je kunt heel kort houden, hè. Hier ziek zijn, dat ziek zijn, ziek ziek zijn. Dat ziek zijn. Ja, dat gebruikt een heel paar woorden. Het is een heel verhaal, hè. Dat ziek, zei ik. Zo, hè. Dat zijn van die hele korte zinnen waarin je eigenlijk aangeeft dat je dialect heel goed beheerst. Maar waarmee je ook iemand anders voor de gek kan houden omdat hij het niet begrijpt. Zo heb je van die, dat noemen ze shibboleth. De kale, waar we vergalen, koffie halen. Maar vergalen wordt niet betalen van de kale. Toen ging de kale de politie halen, maar toen wou vergalen wel betalen van de kale. Ook Appeltjoek, die je daar zet, hadden niet het oedoppen kunnen krijgen. Ik zou het bergje op mijn rijken, hè? Appeltjoek. Ja, het is een Appeltjoek, ik zal het bergje op mijn rijken zitten. Nee, Appeltjoek wordt niet meer gebruikt. Wat is Appeltjoek nou niet? Appeltjoek is een beetje een rare dag, of een aparte. Af en toe koekert, koekert, koekert. Ik vind het heel mooi woord, appetjoek. En ook zo'n woordgebruik als appetjoek, dat is ook, dat komt buiten Tilburg eigenlijk nauwelijks voor. Mensen kennen het misschien wel, maar die vinden het ook typisch Tilburgs. En dat is eigenlijk een soort van dialect heel nadrukkelijk volgens een bepaalde norm gebruiken. Wij weten hoe het moet en je hoeft ons niet te vertellen wat Tilburgs is. Daar stralen ze heel duidelijk uit. Hè. Dat hoor je eigenlijk na een paar minuten al. Want ik ben hier geboren en getogen. Ja. Ja. En we hadden ook van ons thuis uit. En we hadden Brabants geprat, hè? Tilburgs. Of Tilburgs, dat platte. Ja, wij weten niet anders. En mijn kinderen, die hebben ook die neiging. Ja. Dat ik jou altijd zo geprat heb. Doe mijn kinderen het ook. Ja, zo werkt dat. Zo werkt hij. Ik heb die huid gezien. We hebben het over de carnavalsvereniging. Ja, dat is nou is dat deftig geworden. Nou heten ze keienbijters. Ja. Hè? Ja, is dat deftig? Vroeger zitten ze, als je ergens anders bent, dan zitten ze een helemaal onder kattendonder, Vanmorgen had ik dat waren als echte Tilburgers. Ik ben van de Kruikenseis. Zeker. En dan moesten ze dan voor... Moesten die mannen zwergen. En dan deden ze dan voor in die kruiken plassen. En die urine, die werd... Ja, die werd dan voor gebruikt. Ja, ik heb een Hollands woord, dus... Toch wel, want dat moet je tegenwoordig, hè.